Hey, kijk eens van Puzzle Games. Zoals je kan zien hier Puzzle Games, we gaan vandaag de eerste analytics video maken voor mijn kanaal. We zijn nu van september. Oktober zijn we net een paar dagen in. Dus vandaag tijdens deze opname 4 oktober, het zal nou tijdens de opname een paar dagen later zijn. Maakt helemaal niet uit, we hebben in totaal in september ga ik alle simpele statistieken ga ik laten zien. We beginnen even met het overzicht. We hebben 2890 weergaven gehad. Super vet. Dat is 17% meer ten opzichte van augustus. We hebben ruim 2961 minuten is er naar mijn YouTube kanaal gekeken in totaal. Dat is in 1 maand, 2 dagen en 1 uur. Dat is echt niet normaal. Dat betekent dus tot... Als je een kwartier hebt, zit er 1 minuut van, wordt er een video van mijn kanaal bekeken. Dat is echt niet normaal. We hebben 75 stemmen voor leuk gekregen, 14 voor niet leuk, 205 reacties. En daar wil ik het even met jullie over hebben. Ik hoop dat er met deze video weer een aantal bij jullie komen voor de nieuwe maand. Misschien gaan we weer groeien, halen we een keer die 300 reacties in een maand. Ik denk dat het een keer gaat lukken. Halen we de 100 stemmen voor leuk, ik denk ook dat het gaat lukken. 205 reacties, super tof. Ik reageer ook bijna op alles. Dus stel, er zijn 100 reacties van iemand anders en 100 van mij. Heb ik toch 100 reacties gehad? 7 deelacties, 4 is in afspeellijst. Ja, het is allemaal. Ja, ik weet niet of je dat echt heel erg kan bedenken hoe dat is. Of hoe, ik weet niet hoe dat ze daar precies mee bedoelen. En 35 abonnees erbij. Zoals je hier in het grafiekje kan zien. De eerste kwam pas op 11 september. Dat kwam omdat ik toen pas weer op mij begon. Ik weet niet precies hoe het komt. Maar vanaf toen zat in één keer weer een hele groei erin. Iedere keer een min. Maar nu zitten we echt al op 35 abonnees. In totaal heb ik 40 mensen die zich hebben aangemeld als abonnee en 5 afgemeld. Dat kan gebeuren. De top 5 video's bestaat van deze maand natuurlijk weer ontvoering, Lego stopmotion huisbouwen met de fiets over het zandpad, korte Lego filmpjes deel 3 en stuk TV VS praktisch. Dat is toch wel degene die als nieuwe video als enige in de top 5 staat. Met 78 weergaven, 2,7% van het totaal. Het lijkt mee te vallen. Ik ben er super blij mee dat er gewoon een keer eentje in de top 5 zit. En zoals je eigenlijk kan zien, de eerste 4 die zijn bestaande video's, of dat vertel ik erbij. En de rest is allemaal in de top 10 nieuwe video's. Of die niet? Oh, die ook. Allemaal eigenlijk. De top geografische gebieden komen nou bij Nederland. Ik zal er even op klikken, makkelijker. Nederland met 70% van de weergaven. België 9%, dat vind ik best wel veel. Verenigde Staten ook gewoon nog 4,3%. En dan krijgen we allemaal van die rare Duitsland, Engeland, Italië, Brazilië, Indonesië. Je vraagt je af, hebben ze daar wel internet? Dat hebben ze daar, want ze bekijken mijn video's. In totaal heb ik in september ben ik door 54 nationaliteiten bekeken. Dat is best wel wat. En er is hier niet maar 1 taal spreken, dat is Nederlands. Dan hebben we nog geslacht. Ja, of je daar helemaal, net zoals leeftijden, dat klopt echt niet. Maar geslaagd denk ik wel 71% van mijn kijkers is man. Hoe het komt, geen idee. Ik had ook nog ergens anders iets bedacht, dat wil ik even bekijken. Was het bij weergaven? Als je hier zo dit grafiekje ziet, dan zie je toch, ik zal hem even op week zetten. Dan zie je tot die week 35 en toen ging die echt omhoog. Dat is bijna een verdubbeling in 1 week. Ging die weer verder stijgen en toen nam die weer wat af. Hoe het komt, ik weet het niet. Maakt er op zich niet uit. Die 2 dagen en 1 uur ben ik super blij mee. Ik zal hem nog heel even op alle tijd zetten. Dan gaan we weer naar overzicht. Zoals je dan kan zien, heb ik in totaal bijna de 100.000 weergaven bereikt. Ik wil daarvoor wel een special van maken. Ik weet nog niet wat, maar er komt in ieder geval een special 100.000 weergaven. In totaal is er bijna 100.000 minuten op naar mijn kanaal gekeken. Dat komt neer op 68 dagen en 20 uur. We hebben bijna 1000 likes. Nu zitten we op 976. Dat betekent dat we binnen een week, als het goed is, gaan we hem halen. We
wil weten om hem sneller te halen, dan moet jij even dat blauwe duimpje omhoog op deze video doen. Je houdt natuurlijk altijd ook dislikes, 222 dislikes, bijna 1000 reacties, bijna 100 deelacties en nou 155 abonnees tot 2 oktober. We zijn dus nu een paar dagen verder, ik zit al op 158. En de ontvoering, dat is echt niet normaal, 20.000 weergaven. Hier staat het gewoon op één video 20.000 weergaven. Super bedankt, daar klik ik even ongeluk op. Hier kunnen we nog even naar apparaten. Oh nee, kijk eens, en het loopt vast. En daar is hij. Zoals je kunt zien, er wordt gemiddeld 1 minuut 1 naar mijn video gekeken. Het is niet lang, maakt niet uit. Hier in de grafiekje kunnen we hem ook even op. Zetten we hem op maand. Zie je het ook hier een enorme pieken praten. Ik weet niet hoe het komt. Ik weet het inmiddels wel. Dat was de andere video niet in één keer heel goed deed. En toen nam hij steeds wat meer af. Maar we zitten wel ruim een keer boven die minuut. En dan hebben we nog gemiddeld tot van mijn video 39% gekeken. Het lijkt niet veel. Maar het is op zich wel veel. Want het komt wel neer op 68 dagen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Het is eigenlijk ja, een nieuwe serie. Komt één keer per maand, dus niet vaak. Maar dit was het tevreden met die blauwe duimpje omhoog te doen. Geef even een reactie. Halen we komende maand die 1000? Ja. Halen we komende maand die reacties? Misschien. Ik hoop het. Dus reageer zeker even. Als je iets wil vragen, kan dat doe ik altijd. Kijk ook even mijn website. Linkje zal waarschijnlijk in de beschrijving staan. Dan zie ik jullie graag morgen weer terug. Doei!